Games, BS, Bubble Games. En vandaag zijn we alleen. Oh, hey, man. Wat doe jij? Ik ga gezellig weer een keertje mee spelen. Yay. Nou, ik heb vandaag niet echt een klusje voor je, maar ik heb... We hebben vandaag twee eindes. En einde nummer 1, dat is eigenlijk fucking simpel. Dat is echt zo simpel. Jij gaat vissen. En de andere... En ik ga verhuizen. En dan zie ik volgens mij iets lopen wat ik nog nooit heb gezien. Of het is een fucking witch. Ik zie een witch lopen. Kijk, gast, loop achter me aan. Ja, die zijn er nu ook. Dan zie je het, gast. Dat ziet echt super nice uit. Dat is de witch. Als je erheen loopt, doet ze dan iets? Ja, die gooit potions. Ja, dat is alleen als je er aanraakt. Ah! Ik grijp er gewoon. Hier komen. Ja, hij is dood. Ze is dood. Ik heb suiker van hem. Kom hier. Ja, bitch. Je hebt dus een... Gewoon rustig zijn. Neem daar geen slokje denk altijd een fucking droge kerel. En dat wil je niet. Ah. Ja, ik ga vandaag even dit hakken. Stop, maar we hebben al genoeg iron om een nieuwe te maken. Wow. Ik denk dat ik de volgende aflevering ook even ga mijnen. Ik denk dat ik even tijdelijk... we deze hier doen, zo ja. Kijken of we... Gewoon in mijn huis, ik heb een huisdier. Ik doe mijn huisdier. Ik doe hem gewoon Johannes daar. Dit is ons kippenhuisdier. Die kip die blijft er altijd wonen. Yeah, Johannes. Yeah, buddy. Johannes, ja. Eigenlijk misschien kan ik Johannes ook. Johannes... Ja, Johannes is een vriendje. Wie dan? Het Piet. Dan is het niet leuk voor Johannes en voor Pieter. Ja, ik weet echt niet hoe ik op die twee namen kom. Dus toevallig heb ik Johannes in mijn klas zitten, maar daar heb ik niet van. En je moet ze echt killen, want Johannes en Pieter. Geert, jij gaat toch eventjes de mop killen, genaamd Spiders. Oké, Spiders. De Spider Slayer. Geert, dan gaat jullie doden. Nee, we gaan geen nacht Braki weer doen. En het is Braki nacht. Braki nacht, ook goed. Het is een beetje fout om te kijken, weet je dus waar ik het over heb. Heb je vorige aflevering ook gezegd? Weet ik, maar nog steeds. Hey, Johannes. Oké, Pieter, ik moet je afmaken. Nee, Pieter! Ja, jaag Pieter dan zijn hok in. Stom, Pieter. Nou, overhaardig. Pieter is jouw huisdier, ik weet het. Daar zijn de spinnen! Ze wil hebben, dan komen ze niet meer. Niet komen ze niet. Echt. Het is altijd zo met Mike. Flik Mike. Ah, rennen van je leven. Ik ga zo even farm maken. Dan. Oh, dat is Pieter. Als ik een spin vind, dan noem ik hem een racistische spin. Oké. Weet je waarom ik dat doe? Waarom dat doen? Dat kan. Dat is logisch. Ja, goed zo, Jesper. Je hebt gefarmd. Oh nee, ik ga niet farmen. Die? Oh. Creeper, you go down! En ik moet die even maken. Oh, Enderman. Oké, dan is dat goed. Enderman, kom aan! Ik moet even een large chest maken. Enderman, nee, ik ga dood! Je bent dood. Wat heb ik fout gedaan, Enderman? Nou, ik weet wel wat ik zou zeggen als ik de Enderman was. Ik keek hem ineens aan. Oké. Okay. Ah, zo'n kut. Ah, zo'n ding. Ik moet super snel als een... Gewoon als een dolle moet ik terugrennen. Oké, okay, even kijken. Maar... Geef het to the rescue. Nee! Spin! Pieter is weg. Nee, Pieter. Ja, zijn Pieter zijn weggelopen. Oké, ik heb een spin gevonden. Spin, ga
Dood. Kijk, ik ga zo even naar Klaas Pieter, maar eerst ga ik even iets anders doen. Zoals ik al zei, als je niet op zoek gaat naar spinnen, hebben. Serieus. Wat is het? Serieus. Pieter is weg. Stierenhuis. Hé, hey, kijk, ik heb. Er is ook een Darkwood Oak Zeppelin. God. Wat zei jij? Ja, God, friends. Wat doe ik gewoon een ei? Ik kom meteen de kip uit. Oké, ik heb twee chesters. Hé, hey, daar is mijn dode ster. Dat gebeurt van ik. Daar is mijn plek waar je kunt vermoorden van Enderman. Ik toevallig... Ja, Pieter. Of, ik doe eerst Johannes en daarna doe ik Pieter. Johannes. Daar is spullen! Ja. Spullen! Ja, spullen. Johannes is de eerste van de twee. Johannes! Waarom loop je op mijn dak? Johannes! Kutbeest! Rot op! Ga! Loop! Dan loopt hij gewoon weg! Alsof hij me niet mag. Ik heb serieus twee spinnen net gevonden en ik broek serieus geen draad. Hard voor je. Of niet? Ik vind... Ik vind het echt naaiend. Ik ook. Ik heb net een paar en dan erop ze gewoon geen draad. Nee, maar wel goeie. En dat is goeie. Geef mij die koe. Een vlees. Eten, dat moet mijn value vergeten. Ik koop die burger. Chip. Zijn er toch ook een nieuwe, hoe heet het, bij zaten? Ah, ja, ik heb eindelijk een onderdak, dus dat zal bij klaar zijn. Nu dat. Oké. Wat vind je van mij? Ik vind het best wel mooi, vooral met jouw grond. Het is zo mooi, ja. Jongens! Het scheert te lekker. Hé, hey, ik word al vermoord door een zombie. Oh. Pakken het maar niet. Gaan er nu wat chickens dan bij? Ja, ik ga even lekker farmen. Ja, dat chickens. Ja, yes, hé, hey, kijk, spider. Ja, yeah, maar ik krijg toch geen draad. Ah, ik heb een draad gekregen. Meer dan nou? Ja. Hoeveel draad krijg je? Dan hebben we nog twee te gaan. Voordat we kunnen vissen. Is het dan al een creeper? Creepers zijn. Yeah, mama! Creepers doen. Hey, hex! Dat is een hex. Daar is een hex op de stoep. Oké, okay, de creepers dan. Oké, okay, ik ga de heks onschadelijk maken. Ik ga de heks dubstellen. Okay, kijk, dan lopen we hier. Oh, is... Heb ik nog een extra? Oh. Die zien we nooit vertellen. Smeet je mondje dicht. En dan stoel ik hem dicht. Where are you? Johannes! Johannes, is de Johannes ook? Nee, ik kan niet meer winnen. Oh, Johannes, ik zoek wel een keertje nieuw Johannes hoor. Ah, lekker sniper. Oh, je paraplu! Oh no. Ik blijf in mijn huis. Mini villa. Oké, Geert. Ik moet zo even naar huis toe. Want dan hervat ik de tocht wel. Echt niet sukkel. Het staat er toch? Ja, maar het staat gewoon. Super shit en ik leef nog. En ja. Niet echt... Oh no! Ah! Spin! Oh! Geert, ik heb twee strings gevonden. Serieus, nee. Ik heb er in totaal drie. Hij heeft gevonden, maar gekregen. Als je naar huis komt, dan. Ik op laatste wijze ben ik er, denk ik. Zie je? Ik weet niet hoe dat komt.
Wat een eentje. Dan krijg je vis 18. Je hebt ze, pak. Ja, je hebt ze. Nice! Ja, iemand met de naam Pieter. Oké, Pieter die is kwijt. Is Pieter ook? En Johannes ook. Allebei. Wegens een tragisch ongeluk. Oké. Ja, ik heb Pieter gevonden. Pieter is weer binnen. Is Pieter weer binnen? Nee, dat is Johannes. Johannes die loopt nooit. Die durft niet zo lang weg te gaan. Nee, Pieter. Johannes. Pieter. Johannes. Pieter. Ik vind Johannes dit. Ik vind dat Pieter het is. Nee, Pieter is een homo. Ja, Pieter is de stoel van Johannes. Je is de gelukhebber. Ga je zo even vissen? Ik ben aan het vissen. Oh, ik kan je zo eventjes helpen. Als ik deze. Als een hele professionele visser. Ga mee. Nog een keer. Dan moet ik geen optifine hebben, want ik moet niet fucking vlog. Dat heb trouwens niet ook gaan doen. Jongens, dit is gewoon een beetje visser. Moeten we dit van tevoren hebben afgesproken of zo? Mama zombie! Okay, dat is mama zombie die ik net heb gekild. Jongens, pak gewoon een engel. Even kijken. Dood kip. Goed zo, kip. Ik ben even kipjes aan het doden voor eten. Ik vis. Ja, vis. En hoe vind je van je vis? Ik vind hem, het is een goede vis. Wat is het dan? Het is een goede vis. Van de vis. Het is van vis dan. God van goeie. Gewoon een superieure vis. Dat moet ik ook wel fijn voor op het 7. Waarom nou niet? Ja, weet je ook niet. Zo kijk, als ik nu mijn. Oh, is dat weer. Zet op die fucking instellingen. Ach, boeien. Dan loopt het tenminste een beetje lekker. 12. Oké, okay, loop ja, toch minder dan ik dacht. Ik heb twee vissen. Loop die volgens mij nog beter, dus nu kan die denk ik wel zo. Daar hebben we. Ah! Nee. Daar hebben we gegeten. Hij is vandaag aan het vissen. Waarom doet hij dat? Nou, hij had wat vissen. Hij deed een fucking begon. Grapje. Haha, en hier is hij dan. Geeten. Geeten, zeg het vandaag. Zeg het. Geeten. Ah, bij Johannes. Dat is Pieter. Pieter. Ja, Pieter kan hem niet hierheen jagen. Als ik dit ding hier zo zet. Oké, dat weet ik. Nee, of ik ook gewoon weer. Weet je, moet het gewoon lekker zo. Lekker op. 14 chunks. Zal mij het een worst wezen? Nee, nou dan. Ja, ga ik. Nee, 16 heeft en is fucking wel lek. 120 FPS vooruit dan. Wat is nou het doel van deze aflevering? Nou, hoe jij zit te vissen. En ook mijn grafische instellingen. Oké, het is nog een vis, jongens. Ik ga vandaag eventjes. Ik ga zo even de week afsluiten. Ik heb boom. Pieter! Oké, Ik zal even kijken, want ik heb. Oh ja, ik heb bones. Ik moet even een boomiel hebben. Oké, alle boomiel. Ik geef het. Vies! Ja, we hebben vies. In plaats van keep hebben wij vies. Keepen. Viesen. Daar komt ie. We hebben hoemd. Ik wil gewoon denk ik. Kom nou. Weer drie erbij. Jij. Boommiel. Geef me gewoon mee. Oké, hebben we dit zo?
Kralen mogen ze, is een schrift geworden. Jee. Yeah. We zijn weer terug, want wij hebben onverwachts binnen. Dus dan moet ik vandaag eerlijk gaan editen. Wat ik niet zo leuk zou vinden. Maar dan ben. Ik wil toch iets proberen te halen. Pietertje! Pietertje! Hou even ons op. Ja, ja, volgens mij. Ja! Zeker! Het is dus dag. Geert altijd zijn dag door, Brent. We halen nu Pietertje van Geert terug in ons geweldtastische huis. Gaan we spullen doen. Doei, Geert. In de mini-villa. Geert, wacht maar wel even spullen zo. Drop even je spullen in de chest. Hé, hey, Pieter. Pieter, kom. Pieter. Oh, al haat, hij is te gaten, Pieter. Geert, je moet Pieter op zijn kop geven als je deze aflevering ziet. Oh, kijk, ik heb een... Nice. Oh, dan kunnen we nog beter verder gaan. Nice. Jongens, ik zou zeggen, als je nog niet geabonneerd bent... Vergeet niet te abonneren als je deze video leuk vindt, omdat Geert een Pietertje heeft. Een Geert een hout van Pietertjes. Zeg je altijd Pietertje. Dus jongens, ik zou zeggen, als je nog niet geabonneerd hebt, vergeet het niet te abonneren. Volgende aflevering gaan wij een fucking stal maken. En dat is fucking awesome, omdat het kan. Hey jongens, ik zeg tot de volgende keer. En let's!